Voor deze oefening moeten we de parametrisatie gaan zoeken van de snijkromme van een omwentelingsoppervlak, dus dat geel oppervlak, en een regeloppervlak, dit groen oppervlak, en dus gegeven hoe dat die oppervlakken eruit zien. Dus dat geel oppervlak is een kromme in het xy-vlak, cosinus t is 2 sinus, dus cosinus hyperbolicus t, y is 2 sinus hyperbolicus t, z is 0. Die geroteerd is rond de y-as, dus rond de y-as. En het andere is een regeloppervlak die het punt 002 verbindt met een bewegend punt op de ellips. 4x² plus y² is 4 en z is 0, dus dat is deze ellips hier van onder. Als je kijkt naar die snijkromme, dan zie je hier dat dat eigenlijk mooi uit die ellips volgt. Dus als je kijkt naar een regeloppervlak, wat is een regeloppervlak? We hebben een punt die verbonden wordt met een ellips en draait zo rond. En wat zien we? Dat die snijkromme eigenlijk iedere keer hier punten van dat lijnstuk heeft met iedere keer een andere waarde. Dus het is zoiets, een andere waarde voor de positie op het lijnstuk. Dus de ene keer is het hier, de andere keer is het hier, maar het is dus altijd een ander punt op dat lijnstuk. Als je kijkt naar de parametrisatie van het regeloppervlak, dan hebben we dus één parameter die ons geeft waar op de ellips we zitten. Dat is die parameter v, dat is de parameter rondom rond. En het andere parameter is de parameter w, die ons geeft waar ergens we zitten op dit lijnstuk. Je ziet hier eigenlijk mooi dat die parameter w, dat die, als je op de snijkomme kijkt, dat die eigenlijk varieert en dat die soms dezelfde waarde neemt. Hier en hier. Dus die w is zeker geen goede parameter om over te houden. Het is juist die parameter die ellips volgt, die de goede parameter is, want dat is hetgeen die mooi rondom rond die hoek van 0 tot 2 pi, die dit zal volgen. Het is ook niet zo'n goed idee om een parametrisatie van het omwentelingsoppervlak in een cartesisch te steken van het regeloppervlak. Waarom? Omdat die parameter voor die omwentelingsoppervlak heb je één parameter die beschrijft waar je hier zit op de kromme en één parameter die het rondom rondstuk beschrijft. En je ziet dat dat alle twee geen goede parameters zijn, omdat dezelfde waarden van die parameters bereikt worden als je over die kromme gaat. Dus die parameter v is eigenlijk de enige parameter die mooi van 0 tot 2 pi doorlopen wordt als je die kromme gaat bekijken. Dus wat ga je doen? Dus wat je standaard moet doen als je een snijkromme zoekt, is je neemt een parametrisatie van het ene oppervlak. Hier kies je dus voor het groene regeloppervlak. Je steekt die in een cartesische vergelijking van het andere oppervlak. Hier in dit geval is een beste keuze dus een cartesische nemen van het omwentelingsoppervlak. Je steekt die daarin en je lost één parameter op als functie van de andere. En uit de figuur zie je hier dat eigenlijk die v, die parameter die dit rondom rond van die ellips geeft, en dus ook van een regeloppervlak geeft, dat dit eigenlijk de goede parameter is om over te houden. Dus we gaan die hoogte, die positie op dit lijnstuk w gaan uitdrukken als functie van v. En door dit hierin te steken, en dan kunnen we die uitdrukking voor w terug hierin steken, en dan hebben we enkel de punten over van het regeloppervlak, die ook aan deze vergelijking voldoen, dus die ook op het gele omwentelingsoppervlak liggen.